Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is echt bloedverziekend heet buiten, dus sorry alvast als je me heel de tijd ziet zweten en ziet wapperen. Maar ik heb vandaag echt een superleuk video voor jullie. Het is vandaag donderdag en eergisteren, 2 dagen geleden, is de Naked collectie in samenwerking met Hannah Schoenberg online gekomen. En dit is als het goed is een tweede collectie. En dit was echt een mega grote drop. Ze hadden echt super veel items. Ze waren volgens mij echt iets van 60 items of zo. En ze had het een tijdje van tevoren al gepromoot op Instagram. En Naked had het ook op Instagram gezien. En ik zag toen echt dingen dat ik dacht. Dus dinsdagochtend om 7 uur 's ochtends zat ik klaar om al deze dingen te bestellen. Ik heb in totaal 8 dingen kunnen bestellen. 8 dingen die ik leuk vond, waarvan ik dacht dat wil ik wel kijken of dat voor mij is. Ik heb ook wat dingetjes in verschillende maten besteld. Dus we gaan gewoon lekker deze video alles unboxen. Aantrekken, kijken hoe het staat. Het zijn echt prachtige jurken. Dus ik ga het nu snel openmaken en jullie laten zien. Ik weet niet, ik vond het gewoon leuk om hier een apart video van te maken. Om dit aan jullie te laten zien. En samen met jullie te passen, want er zitten gewoon echt hele mooie dingen tussen. Dus we gaan snel beginnen. Oké, ik ga beginnen met even mijn haar in een staart te doen. Want ik heb het echt zo heet. Het is niet normaal. Ik zit ook niet in mijn eigen kamer. Ik zit in de kledingkamer voor de mensen die het al was opgevallen. Maar onze buurman is de tuin aan het maaien. En in mijn kamer hoor je dat echt heel erg. Dus vandaar dat ik even hier zit. Maar was van tevoren waren er al wat sneak peeks gegeven op het account van Hannah Schoenberg en Naked. En daar heb ik een jurk voorbij zien komen. En ik dacht, ik moet jou gewoon echt hebben. Ik heb geen één gelegenheid waar ik het naartoe aan kan trekken. Het is mega overdressed. Het is mega extra. Maar ik moest en zou het gewoon hebben. Dus die heb ik besteld. Ik heb hem in 2 maten besteld. In een 32 en een 34. Dat heb ik met meerdere items gedaan. Omdat ik bij Naked gewoon niet helemaal zeker weet altijd welke maat ik nou moet hebben. En ik moest deze items gewoon in de goede maat hebben. Dus ik heb gewoon 2 maten besteld. Ga in je passen en de andere stuur ik dan terug. Maar het is de blauwe tulle jurk. En voor de mensen die het nog niet op Instagram hebben gezien, dit waren de foto's waar ik het over had. Ik dacht gewoon echt, ik moet dit gewoon hebben. Ik heb hem hier in een maatje 32. Hij is zo mooi. De kleur is ook zo mooi gewoon. Even kijken hoe ik dit heel goed kan gaan laten zien. Het is dus een tulle jurk. En hij heeft dan bij borsten heeft heel mooi 2 banden. En verder is het gewoon een hele lange jurk. Aan de voorkant is die wel een stuk korter dan aan de achterkant. Het is echt een soort van bruidsjurk of zo. Bruidsmeisjesjurk. Maar ik vind hem echt super mooi. En de kleur vind ik ook geweldig. Dit is dus een 32. En ik kon niet wachten met deze gisteren eventjes te passen. En deze zat op zich wel mooi. Maar ik denk dat de 34 net ietsjes mooier zit. Dus dat ga ik gewoon strakjes eventjes passen. En wat 34 had ik nog niet gepast. Maar ik vind het echt zo'n mooie, mooie jurk. Kijk. Echt van dat mooie tulle stofje. En ik had dus geluk, want ik had de kortingscode van Kay gebruikt. En daar kreeg ik toen 25% korting mee. Dus deze jurk was volgens mij originele prijs in de winkel of online 140 of 145. Maar met de kortingscode van Kay was die nog maar 105. Dus dat is echt super chill. Dus dat is deze jurk als eerst. En hier ben ik zo blij mee. Deze jurk ga ik sowieso houden. Ik heb echt geen idee waarnaartoe ik dit aan kan trekken. Misschien moet ik het later bewaren voor mijn baby shower als ik een jongetje krijg of zo. Maar ik weet niet. Dit is gewoon een jurk. Die wil ik gewoon houden. Er zal vast ooit in mijn leven wel een moment komen dat ik deze kan dragen. En ik moet deze gewoon hebben. Dus deze hou ik sowieso. Oké, zijn jullie klaar voor de meest extra mooiste gaafste jurk aller tijden? Kijk nou even hoe mooi dit is. Ik ga dit sowieso houden. Ja, ik heb nu boeptape op. Dus dat zit eventjes niet heel erg mooi. Maar dat moet je gewoon eventjes wegdenken. Ik vind dit zo mooi. En achter heb je natuurlijk nog echt een hele lange sluier hangen. Aan de voorkant is hij gewoon mooi kort. Ik heb nu de maat 34 aan. De 32 die had ik natuurlijk gisteren aan. Maar die was aan de voorkant wel echt heel erg kort. Dus ik ga gewoon lekker de 34 houden. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die dit overdreven vinden. Maar ik hou hier gewoon van. Ik weet niet wanneer ik dit ooit aan ga trekken, maar ik moet dit gewoon houden. Dus dan de volgende jurk. En dit is ook een jurk die ik ook al voorbij had zien komen op Instagram bij Hannah Schoenberg. En ik dacht echt van, ja, moet ik ook hebben. Heel die collectie die kwam voorbij en ik dacht, dit moet ik gewoon allemaal hebben. Het is een groene jurk. En ik wilde eigenlijk in eerste instantie gewoon alleen voor de groene gaan. Maar je had er dus ook nog een roze kleurtje van. En toen dacht ik, ja, stel nou dat die groene niet mooi staat. Dus ik heb die roze ook besteld. Maar ik ga even beginnen met de groene. En deze heb ik trouwens ook weer in 2 maten. Omdat ik gewoon niet wist hoe die zou gaan vallen. Maar dit is de jurk. Ik vind hem zo mooi.
Jammer dat de kleur niet helemaal goed overkomt op camera. Maar ik zal wel eventjes een foto in beeld plaatsen waar Hanne Schoenenberg de jurk aan had. Daar zie je gewoon exact hoe de kleur is. En oh, ik vind deze zo mooi. Het is dus aan de bovenkant is hij een stuk wijder. En aan de onderkant sluit hij dan heel erg mooi aan met van die ruffels. Of niet van die ruffels. Het is hier een beetje, hoe noem je dat? Gesmokt, een beetje opgetrokken. En dat is gewoon echt super mooi bij je figuur. Dus naar deze jurk ben ik ook zo benieuwd hoe die staat. Op mijn hoofd was deze hier rond 70 euro. Maar met die kortingscode van Kay was die volgens mij 53. Dus dat scheelde wel echt heel erg veel. Dus dat is deze. En deze heb ik dus ook weer in een maatje 32 en in een maatje 34. Deze jurk is echt prachtig. Kijk. Ik vind deze jurk zo mooi. Hij sluit ook echt heel erg mooi aan. Hier zit hij lekker strak. En dan zit hij hier wat losser. Ik moet wel zeggen, deze is een 34. Er zit echt totaal geen rek in. Maar ik denk dat de 36 echt weer te groot was geworden. En ja, ik vind die hals ook weer zo mooi. En echt een hele mooie jurk. Dat was ik, had ik die jurk ook nog in een ander kleurtje. Omdat ik gewoon, ja, ik zag deze kleur. En toen dacht ik, ja, misschien staat die groene wel helemaal niet leuk. Maar ik vond die jurk wel super mooi. Dus ik dacht, ja, misschien staat dit kleurtje dan wel leuk. Ik hoop niet dat ik ze allebei leuk vind. Want ik mag echt niet allebei de kleuren van mezelf houden. Want het zijn dezelfde jurken. Zoals je kunt zien, aan de bovenkant is die weer wijd. En aan de onderkant is die ook weer strak. En hij heeft dus ook een heel erg leuk detail aan de mouwen. Kijk. Een soort van die achtige flare mouwen. Ik vind het echt een super mooie jurk. En deze heb ik dus ook weer in twee maten. Dit is wel het laatste item wat ik in twee maten heb. Ik twijfelde gewoon heel erg met deze jurk van welke maat zit nou goed. Het is een soort van satijn silkachtig stofje. En ze noemen dit een beetje een parelkleur volgens mij. En het is ook wel een beetje een mooie parelkleur. Dus naar deze ben ik ook heel erg benieuwd. En dat is dus deze. Het is echt heel erg, maar ik denk dat ik de groene en deze wil houden. Deze vind ik ook zo mooi. Die armen ook weer. Ja, het is natuurlijk gewoon precies hetzelfde jurk als die groene. Maar deze kleur is gewoon weer veel netter of zo. Ik denk dat ik deze ga houden. Ja, ik denk het echt. Ik denk het echt. Zo mooi. Hij sluit ook gewoon. Ik vind het gewoon mooi dat hij hier zo mooi aansluit. En dat hij hier ook helemaal geribbeld is. En dat hij dan hier zo los zit. Met die mooie armen erbij. En die hals is ook prachtig. Ja. Ik ga deze ook houden. Wat erg. Ik had gewoon nooit twee kleuren moeten bestellen. Maar ja, het zijn wel echt, zoals Dagmar zei, het zijn hele mooie jurken. Je vindt ze nergens anders. Ik ga het lekker houden. Dan de volgende zak. En hier zitten vooral ook wat setjes in. Ik ga het ook even openmaken. Ik zie ook weer mooie kleuren. Deze collectie had echt heel veel groen. Maar ik weet niet, ik vind groen de laatste tijd wel echt een hele mooie kleur. Dus oké, ik ga beginnen met een jurkje weer. Ook weer in een groen kleurtje. En deze heb ik in een maatje XS. Oeh, lekker stofje. En dat is gewoon een heel simpel jurkje. Althans, van de voorkant ziet hij er heel simpel uit. Maar aan de achterkant is hij dus helemaal open. Echt zo mooi. Het is echt een heel erg lekker dun stofje. Dus dit is bijvoorbeeld ook nog lekker voor op vakantie. Als je bijvoorbeeld lekker uit eten gaat of zo. Oh, deze vind ik heel mooi. Met een mooie ketting of zo. Want van de voorkant is hij natuurlijk gewoon wat simpeler, wat rustiger. Maar als je er dan een mooie ketting bij doet. Het is jammer dat de camera niet echt laat zien hoe de kleur in het echt is. Volgens mij was deze met de kortingscode nu iets van 45 of 50 euro. Dus dat is die. Dan deze jurk. En deze jurk vind ik ook echt prachtig, vooral die achterkant. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Vind ik echt heel erg mooi. Het enige is wel dat hij echt best wel kort is. Want het lijntje van mijn bil zit hier. Dus als ik buk, dan kan je denk ik echt alles zien. Waar dus achter kwam, hier zitten dus nog gaten waar je dus je vingers doorheen kan doen. Vind ik er ook altijd wel grappig uitzien. Maar ik twijfel een beetje over deze. Want ik vind hem wel echt heel erg mooi. Maar hij is natuurlijk van de voorkant wel simpel. Van de voorkant denk ik van, ik stuur hem terug. Maar als ik dan aan de achterkant kijk, denk ik, ja, ik wil hem eigenlijk wel houden. Maar hij is ook wel weer echt heel erg kort. Dus over deze twijfel ik een beetje. Ik denk dat ik gewoon ga kijken van, oké, als ik echt van de rest alles wil houden, doe ik deze gewoon terug. En als de rest allemaal tegenvalt, dan hou ik deze gewoon. Echt, ik zie er ook echt niet uit met die start, maar ik hou het anders gewoon niet meer. Dan gaan we verder met dit setje. En deze bestaat uit twee items. En als allereerst is dit een crop topje. Of een bandeau top eigenlijk. En dit setje was echt best wel goedkoop. Met de kortingscode was dit setje nu volgens mij echt nog maar, was deze top nog maar 12 euro. En die rok volgens mij iets van
25 euro of zo. Maar het is gewoon echt een hele simpele bandeau top. Het heeft wel echt een hele mooie stof. Ik weet niet of je dat op camera ook zo goed kunt zien. Maar echt een heel erg leuk topje. En dit topje hadden ze ook nog in andere kleuren. Want ze hadden dit setje ook nog in het lichtblauw. Ze hadden hem ook nog met een lange rok in het zwart en in het oranje. Maar dit is dus een korte rok. Maar ik had gekozen voor dit witte kleurtje. Want dat vond ik wel leuk voor op vakantie. Ik heb deze in een S. En ik denk dat ik daar wel goed aan heb gedaan. Want hij rekt op zich wel lekker mee. En dat is dus de top. En daarbij hoort dus een rok. En die rok heb ik wel in een maatje XS uitgekozen. En dat is deze strakke rok. En aan de onderkant loopt hij dus schuin af. En deze hadden ze dus ook nog in het blauw. En dit is dus het korte model. En het is sustainable. Dus dat is duurzaam voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Maar ook deze weer dat mooie stofje. Ik denk dat je het op de rok misschien iets beter kunt zien. Maar dit is dus echt een setje wat je kan kopen. En zoals ik al zei, is het best wel een goedkoop setje. Dit hoort tot de wat goedkopere dingetjes. Maar echt een super mooi setje. Ik twijfelde heel erg van, zou ik de witte of de blauwe doen? Maar ik dacht, ja, ik heb al zoveel kleur. Laat ik eventjes één setje kiezen die wat rustiger is. En dat is deze geworden. Dus hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ik ben ook benieuwd of die doorschijnt. Maar dat zullen we zo meteen op de aanbeelden zien. Dus dat is deze. Ik heb nu dit witte setje aan en ik vind deze zo intens mooi. Ik ga deze sowieso houden. Topje heb ik dus in een maatje XS. En deze is echt perfect. Ik heb qua borst heb ik een 70T ongeveer. En ja, ik vind dat dit gewoon heel erg mooi zit. En dit is de rok. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Het is een beetje passen en meet hier. Misschien zo. Kijk. En deze rok zo mooi zitten. En zo mooi staan. Ik heb dus een maat XS aan. Hij schijnt volgens mij niet echt door. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet zo goed zie. Ik heb een beetje een oud roze string aan. Maar volgens mij zie je dat niet echt zitten. Maar dit setje. Oh my god. Als deze er nog in het blauw is, ga ik hem denk ik ook sowieso nog in het blauw bestellen. Want ik vind hem gewoon echt heel erg leuk en mooi. Ook gewoon mooi voor op vakantie. Als je bijvoorbeeld uit eten gaat met een paar hakken eronder of zo. Heel erg leuk. En dan gaan we alweer door naar het laatste setje. De laatste twee items. En dat is deze. En deze is echt, dit doet me gewoon denken aan vroeger dat je zo'n, ja, zo'n buikdansrokje om had. En zo lekker stond te dansen. Want deze heeft ook dus allemaal van die franjes aan. Ik ga beginnen met de rok is dit denk ik. Ik heb hem in een maatje 34 weer. Omdat ik dus best wel vind dat naked altijd wel groot valt. Ja, dit is de rok. Even kijken. Kijk. Ook deze rok loopt weer schuin af net zoals de vorige rok. En heeft dus allemaal van die, ja, allemaal van die franjes eraan zitten. Ik vind het echt heel erg leuk. Ook deze kleur komt weer niet helemaal overeen op de camera met hoe die in het echt is. Het is in het echt een hele mooie kleur. En ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Ik denk dat ik blij mag zijn dat ik een 34 heb gedaan en geen 36. Want deze ziet er al best wel groot uit. Oh ja, en aan de zijkant gaat hij ook open en dicht met een rits. Want hij rekt verder niet echt mee of zo. En daar zit dus ook een bijbehorende top bij. Wanneer je dit aan kan doen, ik heb geen idee. Misschien op vakantie of zo. Ik ga natuurlijk met vriendinnen op vakantie. Dus misschien dat het dan leuk is als we een avondje uitgaan of een avondje uit eten gaan. En dit is het topje die erbij zit. En deze heb ik in een maat 34 ook. En ik denk dat dat ook wel moet passen. Er zit bij deze ook weer een rits aan de zijkant. Maar dit lijkt me gewoon echt oprecht een heel erg leuk setje. Ja. Oh, en de bandjes kan je verstellen. Dat is ook wel fijn. Dat je ze wat strakker en wat losser kan doen. Ik weet niet, ik vind Naked de laatste tijd echt oprecht hele leuke dingen uitbrengen. En deze collectie is gewoon echt een van mijn lievelingscollecties. Ik vind haar gewoon ook super leuk. Dus ja, ik weet niet. Ik moest en zou gewoon dingen uit deze collectie hebben. En die heb ik. Maar dit zijn dus alle items. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eventjes niet weet uit mijn hoofd hoeveel dit setje kostte. Ik denk dat de top iets van 40 was en het rokje iets van 50. Zonder de korting. Maar ik zal alle linkjes van alle items wel even in de beschrijving zetten. Helaas heb ik geen kortingscode meer voor jullie. Dit is namelijk geen samenwerking met Naked. Ik wil het even duidelijk zeggen. Ik heb het gewoon zelf gekocht. Ik heb dit niet gekregen. Het is geen samenwerking. Ik heb er niets voor betaald. Ik heb dit gewoon allemaal zelf gekocht. Omdat ik deze collectie gewoon heel erg graag wilde hebben. Dus dat was het groene setje. Oké, ik denk dat dit het eerste setje wordt. Waarvan ik zeker weet dat ik dit terug ga sturen. Althans, de rok ga ik sowieso terugsturen. Ik weet het. Ik denk dat ik dit gewoon, ten eerste ga ik dit denk ik gewoon niet als setje dragen. Misschien gewoon iets te overdreven of zo. En ik weet het. Ik vind het gewoon niet zo leuk bij me staan. Ik voel me een beetje zo'n, wat ik zei, zo'n meisje, zo'n buikdanser. En dat topje vind ik op zich wel nog leuk. Dat kan ik bijvoorbeeld ook gewoon op een ander rokje doen. Op een mooie lange rok of zo.
Maar als setje ga ik dit sowieso niet houden. Over het topje twijfel ik dus nog een beetje. Verder zit hij wel gewoon goed. De maat sluit mooi aan. Het rokje sluit er ook gewoon mooi aan. Dus dat zit allemaal verder helemaal goed. Ja, ik vind het wel mooi. Kijk, aan deze kant vind ik het mooi. Omdat het hier maar heel weinig rok is. Maar aan deze kant heb je gewoon wel veel rok. Dus dan, ja, het voelt een beetje als carnaval of zo. Mag ik dat zeggen? Ja, het is wel gewoon echt een heel erg mooi setje. Maar ik denk niet dat ik deze ga houden. En dit is ondertussen alweer het einde van deze video. Jullie hebben tijdens de video ook kunnen zien hoe alle items staan. Ik ga dat nu zien. Ik ga nu alles aantrekken. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou een leuke video en wil je dit nou vaker zien met andere collecties? Laat dan eventjes weten. Ik weet niet, ik had nog nooit echt bij één soort influencer dat ik dacht, ja, ik moet heel deze collectie hebben. En bij deze collectie had ik dat wel. Dus ik dacht, leuk voor een video. Maar heb je nou een andere collectie waarvan je zegt, die heeft ook zulke leuke dingen? Laat het eventjes weten in de reacties. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!